Dames en heren, de vergadering is geopend. Ik deel aan de vergadering mee dat er verontschuldigingen zijn ingekomen van de volgende leden. De heer Dazeleer en mevrouw Schoeten zijn afwezig wegens familieverplichting en mevrouw Anker van der Meer is afwezig om gezondheidsredenen. Dames en heren, in gevolge de verkiezing van mevrouw Bianca de Baats tot gewestelijk staatssecretaris van het Brusselse Hofstedelijk Gewest, stel ik voor de agenda aan te vullen met het onderzoek van de geloofsbrief en de eedafleiding van een nieuw lid. Is het parlement het hiermee eens? Dank u wel. Dames en heren, op 20 juli 2014 is mevrouw Bianca de Baats verkozen tot gewestelijk staatssecretaris van het Brusselse Hofstedelijk Gewest. Dientengevolge heeft ze geen zitting meer in het Vlaams parlement. De opvolger die in aanmerking komt om haar te vervangen is de heer Joris Pochet. Ik heb dat zelfs deze morgen met meneer Pochet, dus de uitspraak is Pochet. Zijn geloofsbrieven werden al goedgekeurd in onze plenaire vergadering van dinsdag 17 juni 2014. Ik roep de heer Joris Pochet uit tot Vlaams volksvertegenwoordiger en nodig hem uit. Om van op het sprekersstoelte de grondwettelijke eed af te leggen. Die luidt als volgt. Ik zweer de grondwet na te leven. De sprekersstoelte, meneer. Ik zweer de grondwet na te leven. Meneer Pochet, namens alle collega's heet ik u van harte welkom in het Vlaams parlement. En ik wens u een vruchtbaar mandaat toe. Dames en heren, aan de orde is het onderzoek van de geloofsbrieven van opvolgers. Het vierde aanvullend verslag over het administratieve onderzoek van de geloofsbrieven werd op de bankergrond gedeeld. Vraagt hierover iemand het woord? Nee. Mag ik aannemen dat het Vlaams parlement het eenparig eens is met de conclusies van het administratief onderzoek? Zo ja, dan de conclusies zijn aangenomen. Ik roep de volgende kandidaat de opvolger uit tot opvolger voor de kieskring Antwerpen, de heer Dave van Oosterwijk voor de kieskring Brussel. Mevrouw Christine Borremans voor de kieskring Limburg. De heer Joris Billen, de heer Frank Troosters voor de kieskring Oost-Vlaanderen. Mevrouw Hilde Bruggeman voor de kieskring Vlaams-Brabant. Mevrouw Veronique Janssens, mevrouw Katrijn Kienaar, mevrouw Katrien Vermeijlen. En voor de kieskring West-Vlaanderen, mevrouw Martien Bruggeman, mevrouw Shari Plateeuw en de heer Karel Vereken. Dames en heren, de orde is de mededeling van de aanwijzing van de deelstaatssenatoren bij brief. Van 25 juni 2014 heeft de griffier van de Senaat mij het procesverbaal van de zetelverdeling over de politieke formaties medegedeeld. 4 mandaten komen toe aan de politieke formatie A, 10 aan de politieke formatie B, 4 aan de politieke formatie C, 2 aan de politieke formatie D, 7 aan de politieke formatie E en 2 aan de politieke formatie F. Elke politieke formatie heeft mij een lijst gezonden met de namen van haar verkozen in het Vlaams parlement en in de Nederlandse taalgroep van het Brusselse Hofstedelijk Parlement, die ze aanwijst tot deelstaatssenator. De lijst is ondertekend door de meerderheid van de leden van de betrokken politieke formaties. Na de verkiezing van mevrouw Bianca de Baats tot gewestelijk staatssecretaris van het Brusselse Hofstedelijk Gewest, heeft de politieke formatie E in haar plaats mevrouw Brigitte Gouwels aangewezen als deelstaatssenator. De lijst met de voorgedragen kandidaten werd op de bank rondgedeeld voor politieke formatie A. En voor de duidelijkheid, dat is SPA. Mevrouw Ingrid Liete, mevrouw Katja Segers, mevrouw Guller Toeran en de heer Bart van Malderen. Voor de politieke formatie B, dat is NVA, de heer Geer Bourgeois, mevrouw Cathy Koud-Iezer, mevrouw Annick de Ridder, mevrouw Lieve Maas, de heer Filip Muiters, de heer Jan Peumans, mevrouw Elke Sleurs, de heer Wilfried van Dalen, de heer Karel van Louwen en de heer Ben Weits. Voor politieke formatie C, dat is Open VLD, mevrouw André Seel, de heer Rick Daams, de heer Jean-Jacques de Gucht en mevrouw Martien Taalman. Voor politieke formatie D, dat is Groen, mevrouw Elisabeth Meuleman en de heer Wouter van Bezien. Voor politieke formatie E, CD&V, mevrouw Karin Brouwers, mevrouw Sonja Klaas, mevrouw Brigitte Gouwers, mevrouw Sabine Betune, mevrouw Cindy Fransen, de heer Peter van Rompuy, de heer Johan Verstreek. En tenslotte voor politieke formatie F, Vlaams Belang, de heer Guy Dazeleer, mevrouw Anke van der Meers. Ik heb de door de politieke formaties ondertekende voordrachtlijsten aan de griffier van de Senaat betekend.
Dames en heren, dan is nu aan de orde de verkiezing van de Vlaamse regering. De Vlaamse regering telt ten hoogste 11 leden. Tenminste, één lid heeft zijn woonplaats in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. De scheidende regering was als volgt samengesteld. Minister-president Chris Peeters, vice-minister-president Ingrid Liete, vice-minister-president Geert Bourgeois, minister Jo van Deurzen, minister Hilde Krevits, minister Freya van den Bossen, minister Joke Schouwvliegen, minister Pascal Smet en minister Philippe Muiters. Ik heb een lijst ontvangen waarop volgende kandidaten voor de Vlaamse regering zijn voorgedragen in volgorde van voordracht. De heer Geert Bourgeois, mevrouw Hilde Krevits, mevrouw Annemie Turtelboom, mevrouw Lisbeth Hoomans, de heer Ben Weits, de heer Jo van Deurzen, de heer Philippe Muiters, mevrouw Joke Schouwvliegen en de heer Sven Gats. De lijst is ondertekend door de volstrekte meerderheid van de Vlaamse volksvertegenwoordigers, is samengesteld door personen van verschillend geslacht en omvat tenminste één lid dat tot het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad behoort. Ik wijs de vergadering in het bijzonder op artikel 60, paragraaf 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot de vorming der instellingen die voorschrijft dat de orde van voordracht van de kandidaten de orde van voorrang van de leden van de Vlaamse regering bepaalt. Vraag hier iemand hieromtrent het woord? Nee? Dan verklaar ik verkozen tot leden van de Vlaamse regering in volgorde van voorrang de heer Geert Bourgeois. Mevrouw, nu blijft u maar even zitten, minister. Nu mag ik zeggen. Mevrouw Hilde Krevits. Mevrouw Annemie Turtelboom, maar die staat achter de coulissen. Mevrouw Lisbeth Hoomans. De heer Ben Weits. De heer Jo van Deurzen. De heer Philippe Muiters. Mevrouw Joke Schouwvliegen. En de heer Sven Gats. Mag ik de verkozen leden van de Vlaamse regering uitnodigen bij het afroepen van hun naam? Bij het afroepen van hun naam. Vooraan in het halfrond plaats te nemen om in mijn handen de eed af te leggen, die luidt als volgt. Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgisch volk. Ik verzoek mevrouw Nadia Seminate, secretaris, de naamafroeping te houden. De heer Geert Bourgeois. Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Ik neem acte van uw eedaflegging. Proficiat. Kom in plaats. Mevrouw Hilde Krevits. Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Ik neem acte van uw eedaflegging. Mevrouw Annemie Turtelboom. Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Ik neem acte van de eedaflegging. Mevrouw Lisbeth Hoomans. Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Ik neem acte van uw eedaflegging. Proficiat. De heer Ben Weits. Mocht u een beetje naar voren komen, hè? Ik zweer getrouwheid aan de koning,
gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Ik neem acte van uw eedaflegging, proficiat. De heer Jo van Deurzen. Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Ik neem acte van de eedaflegging. De heer Philippe Muiters. Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en de wetten van het Belgische volk. Ik neem acte van uw eedaflegging. Mevrouw Joke Schouwvliegen. Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Ik neem acte van uw eedaflegging. De heer Sven Gats. Ah, daar is Sven. Je hebt dat ooit gedaan. Mag ik? Ja. Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Ik neem acte van de eedaflegging.
Goed. Goed. Tweede maal. Maar je krijgt nog 5 jaar de tijd om die opnames te doen, dus... Stel voor dat we beginnen af te tellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ik moet eigenlijk een heel belangrijke mededeling nog doen. De Vlaamse regering is al dus samengesteld. Meneer de minister-president, dames en heren ministers... Ik houd u eraan van harte te feliciteren met uw benoeming tot minister in de Vlaamse regering. Het is mijn overtuiging dat u deze functie waardig en met veel bekwaamheid zal uitoefenen. Namens het parlement wens ik u bij de start van deze regeerperiode enkele wenken en bekommernissen mee te geven. U staat namelijk voor de grote uitdaging de komende 5 jaar goed bestuur te combineren met zuinig beheer. Het parlement zal u in de uitoefening van uw taak bijstaan op een constructieve en kritische manier. In een parlementair bestel... is de organisatie van de uitvoerende macht een zaak van de regering. In Vlaanderen is dat niet anders. Het komt dus aan de Vlaamse regering toe de doelstellingen van het Vlaams regeerakkoord, zoals die door een parlementaire meerderheid worden gedragen, te realiseren. Meer dan in andere moderne parlementen streeft het Vlaams parlement daarbij naar een evenwichtige verhouding tussen de wetgevende en de uitvoerende macht. Het Vlaams parlement zal nauwgezet toekijken of de doelstellingen vervat in het regeerakkoord worden gehaald en of de middelen... die aan de Vlaamse regering toekent, verstandig en volgens de regels van de kunst worden ingezet. Om het parlement in staat te stellen die democratische opdracht te vervullen, is het noodzakelijk dat de ministers een aantal spelregels in acht nemen. De parlementsleden verwachten van de leden van de regering dat ze beschikbaar en aanwezig zijn voor het parlement in plenaire vergaderingen en in commissievergaderingen. Die aanwezigheid moet gepaard gaan met een grote luisterbereidheid en de wil om open en direct te communiceren. Duidelijke communicatie en volledige informatieverschaffing verwachten wij ook bij de beantwoording van alle vragen van onze parlementsleden aan de ministers. Om de volksvertegenwoordigers toe te laten op een adequate wijze dossiers van de Vlaamse regering op te volgen, wil ik de ministers aansporen om het parlement in zo'n vroeg mogelijk stadium bij de regelgeving te betrekken. Het uiteindelijk doel is immers dat het Vlaams parlement daardoor ook meer richting kan geven aan het beleid. In dit kader wil ik erop aandringen dat het Vlaams parlement zo snel mogelijk en op een gecoördineerde en consistente wijze bij de overheveling van de bevoegdheden in het kader van de 6e staatshervorming wordt betrokken. Met het oog op een efficiënt en doelmatig functioneren van het Vlaams parlement zijn we bij mijn aantreden als voorzitter van het Vlaams parlement in 2009 gestart met een periodiek overleg met de minister-president. Niet waar, meneer Peters? Ja? Dat is altijd zeer constructief. Op de agenda van dit overleg staan onder meer afspraken over het tijdig indienen van de jaarlijkse begroting, mevrouw Turtelboom, afspraken over de indiening van ontwerpen van decreet, afspraken over de rapportage die ministers op regelmatige basis moeten geven over de voortgang van grote belangrijke dossiers, de toezeggingen of beloftes die ministers doen in commissies of in plenaire vergadering, waarvan wordt nagegaan of ze ook worden uitgevoerd. Ik nodig de minister-president uit om deze traditie in een geest van vertrouwen verder te zetten. Meneer de minister-president... U staat aan het hoofd van de Vlaamse regering. U hebt niet enkel veel bestuurservaring, u hebt tevens een brede parlementaire ervaring. Ik weet dat u daardoor over een sterke parlementaire reflex beschikt en ik ben ervan overtuigd dat u en alle leden van de regering deze reflex zullen behouden, zowel ten aanzien van de meerderheid als ten aanzien van de oppositie in dit halfrond. Meneer de minister-president, dames en heren ministers, beste collega's. In een democratie geeft het volk via verkiezingen macht in handen van een parlement. In de schoot van het parlement vormt zich een meerderheid waarmee een regering gevormd wordt die een regeerprogramma opstelt en uitvoert. Deze gang van zaken betekent evenwel niet dat het parlement zijn macht uit handen geeft en zich beperkt tot de rol van applausmachine. Net als de voorbije 5 jaar zal ik ook de komende legislatuur mij tegen dit beeld verzetten
en me sterk maken om het parlement de rol te geven die het toekomt, met name het controleren van de uitvoerende macht. Wanneer iedereen zich aan de afspraken houdt, hoeft de Vlaamse regering het Vlaams parlement niet te ervaren als een luizende pels, wel als haar eerste bondgenoot. De Vlaamse regering zal in die zin altijd kunnen rekenen op het Vlaams parlement, een sterk Vlaams parlement, ten voordele van de Vlaamse burger en van een nog krachtdadiger Vlaanderen. Ik dank u. Dames en heren, hiermee zijn we aan het einde gekomen van onze werkzaamheden van vanmorgen. We komen om 15 uur opnieuw bijeen om onze agenda verder af te handelen. De vergadering is gesloten.